Welkom beste wijnliefhebbers terug op tv.divine.be. Vandaag ben ik heel enthousiast. Ik heb van een van mijn lievelingswijngaarden uit Portugal, Herdade dos Lagos, dat u hier ziet, heb ik drie nieuwe staaltjes gekregen van wijnen die nog niet op de markt zijn. Ze komen volgende maand uit en ik mag ze eigenlijk een beetje in primeur na hen natuurlijk eens proeven. Wat verandert er? Van Herdade dos Lagos heb ik praktisch alles. Naast de wijnen maken ze honing, oranje bloesem, lavendel. Zout maken ze ook, olijfolie. Een beetje van alles dus. Qua wijnen zitten we met Vino Verde, Vino Branco, Vino Reserva, Vino Tinto, Vino Rosé, Vino Aragonés. De Reserva 2003-2004. En dan nog eens een Reserva Syrah die super lekker is. Wat verandert er? Deze Aragonés is de vervanger van deze. Het grote verschil is, Aragonés is de Spaanse Tempranillo. Deze wordt vervangen. En de nieuwe is eigenlijk Aragonés zonder hout. Ik vind het een beetje jammer, want ik ben een liefhebber van wijnen die op eiken vaten rijpen. Nu ja, je kunt er niet veel aan doen. We zullen hem missen, maar naar het schijnt is deze toch ook redelijk lekker. Vino Tinto, die normaal gezien hier is, volledig uitverkocht. Ik denk in de centrale hadden ze nog iets van 46 flessen. Was het meer de moeite waard om te verkopen. Dus ga ik op naar de nieuwe. Normaal gezien Syrah en Aragonés. Aragonés, Spaans Tempranillo. Ik zal het niet blijven herhalen. Daar wordt er nog eens twee druiven aan toegevoegd. Namelijk Turga Nacional en Alicante Boucher. Alicante Boucher is de eerste keer dat ik zal proeven, maar jammer genoeg is geen monocépage. En dan de nieuwe in de gamma is de Turga Nacional, die de plaats heeft ingenomen eigenlijk van Aragonés op eikenvatengerijp. Dat is de Turga Nacional, de eerste keer dat ze hem maken. Maar deze heeft wel op eikenvaten gelegen. Nu, we gaan, denk ik, een beetje zo spelen. Vino Tinto, beetje jammer, is... Ja, praktisch een euro in prijs gestegen. Jaar 2008, de vorige was 2006. We hebben bijna 2 jaar moeten wachten. Wat vindt u eigenlijk van mijn wijnkelder? U mocht altijd opmerkingen achterlaten. Dit is mijn kleine depot waar ik mijn lievelingsflessen bewaren, waar de mensen eventueel ook een fles kunnen komen kopen. Riekt wel iets scherper dan de voorganger. De Vino Tinto uit 2006 rook meer naar aardbeien, was veel fruitiger. Deze heeft meer kruidigheid overgenomen van de Syrah. Volledig iets anders. Heeft ook eigenlijk op eikenvaten gelegen, heel eventjes, 50-50, de helft op inoxvaten, de helft op eikenvaten. Wow! Veel beter dan zijn voorganger. Veel meer piet, veel meer kracht. Betere structuur, veel ronder. Ik denk dat ik deze veel beter zal kunnen verkopen dan zijn voorganger ook. Nee, dit is echt... Dat is het voordeel van Herdade dos Lagos, vind ik persoonlijk. Veel mensen, als ze naar wijnen kijken, kijken vaak naar de etiketten. Ik ben een beetje teleurgesteld in sommige etiketten, want etiketten wil niet altijd veel zeggen. Meestal wordt daar heel veel geld in gepompt voor een mooi etiket te hebben, mooie labels. Uiteindelijk, de uniformiteit van alles van Herdade dos Lagos, het plaatje klopt perfect. En men zou zeggen, het is echt een commerciële wijn. Maar dat is het dus niet. Dat willen ze ook niet worden. Ze willen meer kwalitatieve wijn aanbieden. En ze gaan er ook vanuit, mensen die kwaliteit willen drinken, moeten daar ook dan een steentje bijdragen en daar ook voor betalen. We hebben verschillende keer proberen te onderhandelen om een instapwijn te hebben. Want ja, al deze wijnen beginnen vanaf €7,50. We hebben geprobeerd om een wijn te hebben rond de €5, maar
daar hadden ze totaal geen interesse in. Ze zeiden, als wij de wijnen goedkoper gaan moeten maken, dan gaan we daar minder tijd en energie in moeten steken, anders is het niet rendabel. Maar dan is de wijn ook ja, een standaardwijn aan het worden en niet een identiteit van het wijnhuis of van de regio. Over regio gesproken, ze hebben een Vino Verde, komt uit Vino Verde. Alle andere wijnen komen uit de Tejo-streek. Alentejo, sorry. Dat is centraal van Portugal. Als u eventjes tijd heeft, ik ben direct terug, ga ik een map gaan halen. Even geduld. Ik ben er weer bijna. Oh, camera niet meenemen. Even de camera terug instellen. Goed. Veel te weinig plaats. Dat is een map die ik gekregen heb. We gaan eens zien, hoe zit dat hier? U heeft hier Portugal. En Alentejo is hier. En ze maken de wijnen ongeveer dicht bij Beja, een beetje meer, naar Spanje toe. Heel warm klimaat. Heel mooie streek ook om te gaan bezoeken. Als u ooit een keer in Portugal bent, gaat zeker in Alentejo. Évora is heel mooi. Maar goed, we zijn hier voor de wijnen. Zeer krachtig. Die Syrah komt veel meer naar boven dan in Tempranillo of in Touriga Nacional. Heel mooi. Veel kruidiger. Ik vind het een beetje jammer. Ik vind het beter voor mij. Ik vind het wel een beetje jammer omdat ik graag een wijn in mijn gamma die heel fruitig was zoals zijn voorganger. Maar bon. Beter voor mij. Natuurlijk. Goed. Eens zien wat de Aragones monocépage zegt. Oeh. Dit is dus 100% Tempranillo. Men riekt dat hij geen eikenvaten gehad heeft. Ik ben wel blij, ik kom terug op mijn opmerking van daarnet. Want deze ruikt heel fruitig. En dan weer niet. Heel raar. Zijn neus was in het begin open en nu redelijk gesloten. Ja, we zullen eens proeven. Dit is jammer. Zijn voorganger was veel beter. We zeggen dat hij duurder is dan de Vino Tinto. Het is wel een gestructureerdere wijn. Minder krachtig, minder body, maar wel souplesse en finesse. Sommige mensen hebben dat graag. Heel veel mensen hebben dat graag zelf. Men merkt wel dat jongere mensen liever van die krachtige wijnen hebben. En dat oudere mensen iets soepelere wijnen willen. Heel mooie afdronk, heel fruitige afdronk. En als u ziet, heel mooie tranen. Mijn volledig glas is er troebel van geworden. Nu, naar het kleine nieuwtje. Ook volledig nieuwe kleur, zoals dat u ziet, alle wijnen hebben allemaal een andere kleur. Dit is 100% Touriga Nacional. Kleine nieuwe uit het assortiment van Herdade dos Lagos. Zowel fruitig als kruidig. Ruikt iets meer naar leder. Heel mooie neus, heel mooi. Iets dikker van structuur, ook iets krachtiger,
dan zijn voorganger Aragonés. Gaat een beetje naar de stijl van de Vino Tinto. Toch een heel mooie body. Heel mooi. En hier ook weer die tranen die zeer traag op gang komen. Heel mooie wijn. Ik moet hier opletten wat ik doe. Het zit er overal een beetje met karton. En het is niet altijd gemakkelijk om plaats voor te vinden, maar... Goed, ik heb mijn drie wijnen geproefd. Ik hoop dat het een beetje interessant was voor u om kennis te maken met het gamma van Herdade dos Lagos. Ik wou in het begin meer tegen het eindejaarsperiode wat meer reclame maken voor Herdade dos Lagos, omdat het echt heel mooi cadeau-item is uiteindelijk. En die kwalitatief supergoed is. Zo heb ik bijvoorbeeld cadeau, de Jérôme Bollam, 3 liter, Reserva Sierra, prachtig. Zoals ik al zei, olijfolie, honing. De wijnen worden soms in een heel schone verpakking geplaatst. En als je dan heel apart wilt doen, kun je dan een grote karton kopen. Waar je dan verschillende producten uit het gamma door elkaar erin kunt steken. Maar ik zal er wel op terugkomen tijdens de jaarsperiode wanneer dat meer cadeautijd is. Ik hoop alvast dat u geïnteresseerd heeft. Ik weet dat ik vaak beloof dat ik snel een nieuwe video zal maken. Ik denk dat ik ga stoppen met die beloftes, omdat het gewoon veel te druk is. En dat ik uiteindelijk heel moeilijk kan volgen om op een specifieke periode een video uit te brengen. Toch zal ik proberen zoveel mogelijk te woord te staan. Als u vragen heeft, als u opmerkingen heeft, stuurt altijd een e-mail naar info@devine.be. Of via de website. Kunt u ook via het contactformulier. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden op jullie vragen. Ik hoop dat u dit interessant blijft vinden. En ik zal proberen zo snel mogelijk terug te komen. Bedankt voor uw aandacht. En tot volgende keer.